elektrische auto's op de rollenbank. Ja, dat blijft altijd een moeilijk verhaal. Maar toch gaan we het proberen met onze eigen ID3. Je wilt toch weten wat erin zit. Hij geeft op een piekvermogen van 204 pk en een continu vermogen van 95 pk. Nou, ik ben benieuwd naar de uitslag. Ik heb echt geen flauw idee. Nou, zoals ik al zei, is het niet eenvoudig om een elektrische auto te meten. Gijsbert, wat was er allemaal voor nodig, joh? Nou, we hebben hele escapades uit moeten voeren. Ja, want hij was niet in te snoeren bijvoorbeeld? Nee, dit is, het ding is plat aan de bodem. Dus daar kun je echt weinig plekken om goed een bandje aan vast te knopen. En ze zijn natuurlijk relatief eigenlijk heel sterk. Dus belachelijk veel koppel. Dus laag in toeren, gewoon belachelijk sterk. Daarna wou hij ook nog, vond hij niet leuk dat hij wielspin had op de dyno. Dus we moesten op een gegeven moment tractiecontrole uitschakelen. En dat is wel leuk natuurlijk voor op de weg. Dus uiteindelijk, als je echt wil spelen, dan moet je hem even uitzien te schakelen. Ja, hoe is het gegaan met het vermogen? Ja, hartstikke goed, veel te veel. Dus hij doet 240 wiel pk, want je kan natuurlijk nooit terugrekenen naar iets. Nee. Dus we hebben maar gewoon snelheid tegen vermogen gedaan. Dan heb je eigenlijk bij 50 km per uur heb je het meeste koppel, heb je dus de meeste trekkracht. En bij zeg maar, bijna 100 km per uur het meeste vermogen. En ja. Daarna bij grappig genoeg 165 gaat hij elektrisch gewoon uit. En, althans, dan loopt hij 165. Dan is hij begrensd. Ja, dat is wel jammer. Hey, nou zag ik jou die ABS-sensor lostrekken. En dat is bijvoorbeeld ontzettend grappig als je vader bijvoorbeeld zo'n auto hebt. Dat je dat zelf ook kan. Want het is leuk als hij op maandagochtend naar zijn werk gaat met lekker veel wielspin. Hoe werkt dat? Dat ga ik je niet vertellen. Dat risico gaan we natuurlijk niet doen. Hè? We hebben zo meteen allemaal vaders die in de hoek liggen. Ja, maar is toch leuk? Is toch ludiek? Ja, dat wel. Ja. Het is wel ludiek. Ja, sorry, je krijgt het er niet uit. Eigenlijk heb ik het al verteld. Dat je een sensor los moet trekken. Ja. Dat was al... Dat is al genoeg. En waar zit die sensor dan? Ja, maar nee, maar dat kun je, daar kunnen ze wel achterkomen. Iemand met een klein beetje autotechnisch vernuft, die weet hem wel. Kun je, nou, zoek het maar uit ook. Ja.